Gedane zaken nemen geen keer. Onlangs kwam ik hem tegen, God, ergens, het doet er niet toe waar, op een binnenweggetje in de Ardennen, zo'n anderhalf uur gaans van het centrum van Brussel-Molenbeek, voor wie het met alle geweld weten wil. En we raakten in gesprek, van het een kwam het ander, je weet hoe dat soms gaat, en op een gegeven moment kwam ik hem te spreken over zijn zoon. Daar hebben we tenslotte al een tijd lang weinig meer van vernomen, pakweg 2000 jaar. Gods gelaat betrok, Jezus zei, en vergiste ik mij of sloop er iets meewarigs in zijn stem. Jezus, die had ik jullie nooit op je dak mogen zenden. Die eeuwige hippie met zijn open sandalen en zijn love en zijn peace. Ach, zei ik en trachtte snel een ander onderwerp te bedenken, want ik wilde de Heer niet in verlegenheid brengen. Maar hij was me voor en zei, nee, dat had ik nooit mogen doen. Nee, ik had een van mijn dochters moeten sturen. Dan was het allemaal heel anders gelopen. Daarin nu kon ik de Heer geen ongelijk geven.